Hij heeft er enorm naar uitgekeken om het lintje op te gaan halen. De trots die hij daarvoor had, die zat heel hoog. Hij had de prednison aangevraagd van, daar word ik in het ziekenhuis mee opgelapt, geef me dat maar. Dan haal ik de vrijdag wel. Er ontbreken vandaag twee mensen, de familie van Klaveren, meneer en mevrouw van Klaveren, uit Hazeswoude-dorp. En meneer van Klaveren is afgelopen woensdag overleden. Zijn koninklijke onderscheiding is bij hem. Vrijdagochtend eigenlijk op hetzelfde tijdstip dat mijn vader en moeder genoemd zijn door de burgemeester. Hebben wij hem ook opgespeld bij hem en we hebben zijn oorkonde bij hem neergezet. Zodat hij er toch nog mee kan pronken. Want dat wilden we hem wel gunnen. Teun van Klaveren en zijn vrouw Tini hebben zich decennia lang ingezet als vrijwilligers voor de hervormde kerk in Hazeswoude. Tini ziet het niet zitten om voor de camera te reageren. Dat laat ze liever over aan haar zoons Martijn en Wilbert, die het echtpaar hebben opgegeven voor een lintje. Ja, mijn vader was heel trots op het feit dat hij een lintje kreeg. Hij was niet iemand die graag in de spotlight stond, maar wel altijd van alles oppakte om te kunnen helpen. Als je hem belde, als je wat nodig had, dan stond hij er. En dat heeft hij dus ook jarenlang voor de kerk gedaan. We hebben eigenlijk allemaal om de beurt het afscheid genomen van pa. En nou goed, hij heeft daarin laten blijken dat hij het goed vond en dat hij trots was. Het is misschien een heel persoonlijke vraag, maar wat is het laatste wat jij tegen hem hebt gezegd? Als je dat wil delen. Dat ik hem nooit zal vergeten en dat ik heel veel van hem hou. Normaal is een lintje denk ik een kroon op je werk, maar uiteindelijk blijkt het voor mijn vader een kroon op zijn leven te zijn. En dat, ik denk dat hij dit wel heel erg kan waarderen. Ja. Dat hij hier ook met, als hij van boven op ons neerkijkt en dit ziet, dat hij daar heel trots op is.